lijkt het me logisch om de zoektocht te... Bij die enorme koepel is het politiebureau van Venetië. De agenten maken hier blijkbaar graag indruk. Ik vrees dat dit niks wordt. Don Octavio maakt de dienst uit in deze buurt. Zijn veiligheidsteams patrouilleren hier, niet de politie. Gesnapt. Zo te zien kan ik naar binnen. Die koepel is bedekt met gladde tegels. Daar kun je echt niet opklimmen. Ah, kom op vriend. Niks is onmogelijk. Goed geklommen, partner. Ik heb de blauwdruk van het schachtenstelsel voor me liggen. Ik kan je wel naar de cel toe leiden. Hey, Murray, ben jij dat? Murray? Die naam is een vlek op mijn broek, man. Huh? Cooper, je hebt wel lef om je hier te vertonen. Dimitri, lang niet geroken. Je zit nog steeds vast, zie ik. En jij deugt nog steeds niet. Laten we ophouden met schelden en ter zake komen. Je bent op zoek naar Murray, hè? Sorry, maar ik heb liever dat je gepakt wordt. Bewaking! Politie! Wacht, als die smeren ze mij opsluiten, wie moet jou dan nog bevrijden? Misschien krijg jij deze deur wel open, maar de smeren ze zouden mij alweer oppakken voor ik buiten was. En dan krijg ik een dubbele straf. Oh, gruwel. Als ik nou eens de aandacht van de agenten trek en wegren, zodra zij buiten op mij staan te schieten, kun jij ontsnappen. Dat vind ik nog eens een goed plan. Dimitri is vrij en Cooper is erbij. De sleutel van de cel is in het kantoor van de hoofdagenten. Oké, mooi. Dat andere slot lijkt me geen probleem. Dat krijg ik wel met de hand open. Haal me hieruit. Dan zorg ik dat ik Murray vind. Zorg dat die smerissen je niet zien, makker. Dat zijn een stel gemeene rakers. Mag ik jullie aandacht? Ik dank jullie voor jullie geduld, maar nu zijn we klaar voor de presentatie. Zoals we allemaal weten, vullen de kanalen van Venetië zich al een maand op mysterieuze wijze met teer. Niemand weet hoe dat komt, maar de effecten worden nu... Mooi werk! Ga terug naar Dimitri's cel en bevrijd hem! Als hij woord houdt, kunnen we Murray heel snel spreken! Aan de slag maar weer. Goed, waar was ik? Even geduld, de stroom slaat weer op tilt. Dat is in een paar minuten weer verholpen. Zorg maar dat je onder hun bureau zit als het licht weer aangaat. En er was licht. Hou je handen bij je, Leon. Kun je deze kokosnoot echt kraken? Tuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Cool, laat het maar schijnen, vriend. Ik beloof je, als je mij vrij krijgt, breng ik je naar die dikzak, Murray. Ik doe wat ik beloofd heb en leid de smeren ze af, zodat jij kunt ontsnappen. Is goed. Geen zorgen, geen stress. Ik regel meteen een ontmoeting met Murray. Kom naar de Rialtobrug. Beroemd monument. Oké, aan de slag dan maar. Hallo, stelletje dombo's. En dame? Iemand zin in een beetje rennen? Cooper? Grijpen, mannen. En weg ben ik. Jij hebt wel lef om naar mijn hoofdkwartier te komen. Ik was bang dat we uit elkaar zouden groeien. Laten we gezellig wat tijd samen doorbrengen in mijn verhoorkamer. Zo, direct. Waar is dat kuise meisje van vroeger gebleven? Ze laat niet meer met zich sollen door kerels zoals jij. Kerels zoals ik? Wou je zeggen dat ik concurrentie heb gekregen? Jij bent nu de enige man voor wie ik oog heb. Thank you.
goed, ouwe. Inspecteur Fox? Man, je zit weer in de nesten. Dat gat werkt twee kanten op. Doe maar. Vlug maar de rioling, rat dat je bent. Bedankt voor de snelle ontsnapping. Heel fijn. Natuurlijk, zoekende. Ze hebben allemaal rust nodig. Je zit echt helemaal in dat droomtijdgedoe, hè? Mijn hoofd is helder. Als een woud na een bosbrand. Luister, Murray. Je moet weer bij het team komen. Dat gedoe met Bentley, dat was niet jouw schuld. Hij is echt niet boos op je. Sorry, Sly. Ik volg een ander pad. Mijn wijze goeroe heeft mij gezegd dat ik pas terug mocht komen als het zwarte water helder was. Dus ik blijf. Weet je zeker dat hij niet heeft gezegd dat je in het water moest gaan liggen tot je niet meer zwart zag? Kom op, ik ben echt op zoek naar mijn ziel. Sorry. Vertel me alles. Ik heb je gemist, vriend. Nou, dat is een lang, bijzonder verhaal. Heb je kauwgom? Hey Sly, kom eens hierheen. Volgens mijn bronnen heeft Octavio de Blauwe Adder Grondelbende ingehuurd om Carmelita uit te schakelen. De Blauwe Adders? Die lui zijn lastig. We moeten ze tegenhouden, voor ze haar te pakken krijgen. Ze is bezig met haar patrouille. Dus de boeven zijn vast vlakbij. Ben al weg. Zorg jij maar dat je een van die politieboten aan de praat krijgt, voor ik er ben. Dus kijken. Ik kruis de blauwe draad met de rode draad en... Tada! Precies op tijd. Daar zijn de adders. Ik schiet, jij stuurt, Sly. Er is veel scheepvaart. We moeten springen en zigzaggen. Anders zijn we gelijk shot in Sly. Mijn geweer is overvuld. Ik moet korte salvo's maken. Eén blauwe adder minder. Goed gedaan. Tot zover de blauwe adder. Weer een patrouille zonder iets te zien. Het is hier mooi, maar veel te rustig. Ik hoop dat je snapt dat we door Carmelita te redden onze eigen operatie hier moeilijker maken. Misschien wel, maar wat is er leuk aan stelen als niemand je probeert te pakken? Trouwens, ze heeft ons al vaak geholpen. Ja, en je hebt een oogje op haar. En ik heb een oogje op haar. Luister, ik verstop deze boot, die komt vast nog van pas. Hou jij je maar gedijst. Thank you.
Sly, ik heb een radiobericht onderschept van een van Octavio's mannen. De Don komt naar jouw positie. Mooi. Zal ik hem pakken? Nee, we hebben bewijs nodig dat hij achter deze dierbende zit. Met een paar belastende foto's kunnen we de politie op het spoor zetten en een einde maken aan deze onzin. Nooit gedacht dat we ooit de politie zouden helpen. Echt niet? Ik dacht dat je inspecteur Fox graag hielp. Ach ja, zij is anders. De meeste agenten zijn niet zo. Ik weet niet, aantrekkelijk. Pas op, daar komt hij. Wat verachtelijk. Maak een foto voor hij klaar is. Dit is perfect. Gebruik je contactkijker om foto's te maken. Uitstekend. Zo nog een paar. En die vent is goed zuur. Volg hem. Misschien gaat hij nog meer vervuilen. Hoewel, nu is het eerder een vogelval. Hij is weer onderweg. Ga zo door, Sly. Dit is heel goed werk. Stel je voor, zo'n mooie watermolen volgooien met vliezen. Plakken. Volg hem maar. We moeten zorgen dat deze vreselijke vervuiling goed wordt vastgelegd. Hij is iets aan het doen. Maar wat? Niet te geloven. Hij gooit dieren in dat aquarium. Al die arme vissen. Hoe vreselijk het ook is om hem nog zo'n misdaad te laten plegen. Je moet hem toch maar volgen. Ooit zullen de mensen de waarheid kennen. Dankzij jouw foto's. Ja, met mij. Geef me die technicus eens. Sly, probeer die auto waar Octavio rijdt te volgen. We moeten zijn telefoongesprek afluisteren, want het lijkt nogal belangrijk te zijn.
Luister, Giovanni. Dat reuzenrad was een goed idee. Het pompt de teer snel rond en niemand vermoedt iets. Maar toch, is het wel genoeg om alles klaar te maken voor mijn operaconcert? Bella, als de mensen naar mij komen luisteren, wil ik zeker weten dat ze blijven komen. Zelfs als ze geen zin hebben. Ik ga weer opera-fans van hen maken. Ha, ha, ha. Oké. Tot ziens dan maar. Die rat. Hij heeft een beroemde kermisattractie veranderd in een misdadig apparaat. Breek het besturingspaneel open met je staf. Ik kom de boel wel een beetje omleggen. Hier volgen schokkende beelden. Je gaat kennis maken met de duistere kant van elektrotechniek. Een stel onschuldige vissen vermoorden, hè? Zo is het goed. Leuk optrekje. Hier liggen vast wel wat munten. Wat is het plan? Als je me binnen kunt krijgen bij een van Octavio's computers, kan ik zijn firewall hacken en alles over zijn operatie lezen. Oké. Weet je waar we naar binnen kunnen? De voordeur lijkt me niet de veiligste optie. Dat houten luik lijkt me een ideale manier om binnen te glippen. Ga erheen. Dan zien we elkaar over een paar minuten. Ik weet dat Octavio 3D-technologie gebruikt om zijn bezittingen te beveiligen. Om de beveiliging te kunnen zien, gebruiken we deze diepteverbeteringsbrillen. Functioneel en modieus. Goed gedaan, Bentley. Om deze deur te openen, moeten we 1, 2, 3... Mooi! Blijkbaar is Octavio dol op dit 3D gesynchroniseerde beveiligingssysteem. Aan de slag! 1, 2, 3! Oké! Bah! Met mijn booster red ik het niet tot de volgende deur. Ik heb deze rolstoel flink uitgebreid. Maar ik heb niets ingebouwd waarmee ik door dit kanaal kan varen. Maak je geen zorgen, vriend. Ik vind wel een manier om over te steken. En zo te zien zijn hier genoeg boten om een mooie brug voor je te maken. Oké, ik wacht al op je teken. Bedankt voor je hulp, Fly. Misschien kan ik iets terugdoen met een paar welgemikte explosieven. Oké, achteruit. Bedankt, maat. Hmm.
Deze deur is gemaakt van 10 centimeter dik kogelvrij plexiglas. Daar doen mijn bommen niets tegen. Kijk eens of je hem kunt ontzeilen via die ventilatieschacht. Bedankt, vriend. Aan de beveiliging te zien komen we dichterbij. Op scherp! Zet de horloges gelijk en... 1, 2, 3. We zijn binnen. Ja, een Wurlitzer 700. Daar kan ik gemakkelijk in. Ach, als jij je maar vermaakt, dat is het belangrijkste. Op een paar spannende momenten na verliep die inbraak best soepel. Het is nog niet voorbij. Hack het systeem, dan zijn we hier weg. Oh, ik trek de informatie over Octavio's operatie zo uit het fossiele systeem. Wat? Een vertrager? Sorry. Indringers! 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 Op de helft! Indringers! Ik heb het bijna! Indringers! Zo dichtbij! Indringers! Download voltooid! Nu kunnen we erachter komen wat Octavio precies van plan is. Druk op de L1-toets om de balvorm aan te nemen. Druk op de X-toets als je neerkomt omhoog te stuiteren. Ik projecteer markeringen waarmee je de teervaten kunt vinden. Dit is goed, Murray. Die teervaten zijn een belangrijk deel van Octavio's plan. Nu die er niet meer zijn, zal het zwarte water veel eerder weer helder worden. Dat beloof ik. Goed gestuiterd, makker. Ik krijg het nu echt goed te pakken.
gaan. Op een vreedzame manier natuurlijk. Ga zo door. Dan zal de milieubeweging je eeuwig dankbaar zijn. Goed werk, Murray. Het is goed je weer in actie te zien. Ach ja, ik ben mijn vrienden echt niet vergeten. Ik speel gewoon met andere kaarten. Zo te zien heb je een van Octavio's Vincenetti's kleerkasten gevonden. Ben je op weg naar het politiebureau voor de bekende lokaasactie? Ja, hij volgt me. Dichterbij dat ik fijn vind. Moet opschieten. Nu die apenhuurlingen erbij betrekken. Hey, ga naar huis, stelletje nepagenten. We hebben al genoeg schurken in Venetië. Ik ben geen echte agent, maar ik heb ook gevoelens. En die heb je net gekwetst. Heb je het tegen mij, gek? Want ik hoef geen afspraakje, hè? Hier, pak aan, schoft. Dit was een goed plan, Bentley. We kunnen nu op ons gemak toekijken. Dank je. Ik ben nogal trots op mijn slimste plannetjes tegenwoordig. Nu haar apenwacht onder vuur ligt, is er een kans van 93% dat Carmelita de Vincenetti-bende komt uitschakelen. Goed bedacht. Inspecteur Fox, wat goed dat u er bent. Ik heb mijn handen vol aan dat stuk Vincenetti-tuig. Hou vol, soldaat. Samen rekenen we wel met hem af. Hij verzwakt al. Die wet gaat bijna neer. Hou vol, inspecteur Fox. We hebben hem bijna. Inspecteur Fox, ik zit in de knel in sector 4. Ik heb een versterking nodig. Die Vincenetti lui zijn overal. Ik red het niet lang meer zonder extra vuurkracht. Goed gericht. Ik kan niet veel meer hebben. Leren maar eens een lesje. Mooi schot, baas. Ik zit zwaar in de problemen. Ik heb versterking nodig en wel meteen. Oh ja! Blijf hem opzetten, de reuze! Goed zo, mannen. Voor huurlingen hebben jullie eervol en dapper gevochten. Ik ben trots op jullie. In drie delen. Elk daarvan is verstopt achter een schilderij in een van zijn legale koffiehuizen. Niet erg subtiel, continu bewaking voor een koffiehuis zetten. Sinds we zijn reuzenrad hebben vernield, heeft hij zich nog beter beveiligd. Zijn bewakers moeten zelfs elkaar controleren. Als we binnen en bij de blauwdrukken willen komen, mogen we absoluut niet opvallen. Ik snap het. Ik benader de bewaker in vermomming
en doe of ik zijn dienst overneem. Als de kust veilig is, ga jij naar binnen en Jatje de blauw drukken. Zolang ik buiten sta, zal niemand merken dat er iets aan de hand is. Je kunt je omheen kiezen als boom. Hé, hey, jij. Reuzenraad wachtwoord. En snel. Wachtwoord wordt verzonden. Sopraan, alt, alt, sopraan. Oké, jij bent dus echt die aflosser. Fijn dat je zo vroeg bent. Ik heb plannen vanavond, hè. Carnaval, feesten, hè. Niet te geloven dat het werkte. Ik heb nog nooit zo'n slecht Italiaans accent gehoord. Sorry, hoor. Ga naar binnen en grijp die blauwdrukken. Er kan elk moment weer een patrouille komen. Koffiehuis met volledige laserbeveiliging gezien. Octavio is echt ouderwets als hij een kluis achter een schilderij gebruikt. Mijn vader brak die aan de lopende band open. De truc is de combinatie vinden die ergens verborgen is in het schilderij. Het is even zoeken, maar hij moet erin zitten. Goed werk. Nog niets te zien hiervoor. Bij het volgende koffiehuis. Zodra jij de wacht hebt overgenomen, ga ik naar binnen. Tweede couplet. Zelfde als eerste. Halt! Reuzenraad wachtwoorden. En snel! Ja, hier is het. Sopraan, alt, alt, sopraan. Ja, wat een fijn dat je er bent. Mama maakte vanavond spaghetti en ik rammel. Ik ga 3, misschien wel 4 borden leeg eten. Jij houdt wel van haar kookkunst. Mamma mia, ik wil wel in haar sausen begraven worden. Zalig! Geen problemen met die vent? Hij wou begraven worden in zijn moeders pastasaus. Ja, dat is vreemd. Weet je, ik moet er gewoon steeds aan denken. Heb jij ooit zulke lekkere pastasaus geproefd? Ik wil je natuurlijk niet afleiden of zo, maar ik geloof echt niet dat ik ooit zoiets lekkers heb gegeten. Missen wij soms een heel universum aan smaken? Oké, 2 van de 3 zijn bijna klaar, partner. Weet je, misschien is hier ergens een goed Italiaans restaurant. Hou op over die saus. Concentreer je. We zijn met een klus bezig. Overal zijn boeven. De dood ligt overal op de loer. Je hebt gelijk. We hebben nog 1 koffiehuis te gaan. Dan zijn we klaar. Ja, dat klinkt tenminste verstandig. En dan gaan we eten. Geef me het daagwaagwoord. Wachtwoord wordt verzonden. Alt, alt, bas, bas. Ja. Ja, je kent de code. Maar wat is mijn bijnaam? Er staat maar 1 Tony B op de loonlijst en ik ben beroemd in de familie. Ik ben nieuw. Ik ben net overgeplaatst uit Rome. Daar kennen ze me ook. Ik ben de koning van de georganiseerde misdaad daar. Wou je zeggen dat je mijn bijnaam nog nooit gehoord hebt? Mijn mobiel gaat af. Ik moet opnemen. Misschien is het de baas. Ja, oké. Andere bewakers in de buurt, om te zien of die de bijnaam van Tony B kennen.
Jij daar! Wat is Octavio's huiswachtwoord? Hebbes, hier is het! Tenor sopraan, tenor sopraan. Oké. Oké, jij bent echt. Hey, ken je Tony B's bijnaam? Tony B? Die cannoli is een, hoe noem je dat, egomaniak. Ik weet niks over hem, dat wil ik ook niet, hè? Hey jij! Reuzenrad wachtwoord, en snel! Net wat ik dacht, alsjeblieft! Sopraan, alt, alt, sopraan. Neem je niet kwalijk. Ja, dat is het waakwoord. Soms vergeet ik er wel eens, weet je? Heb ik ook wel eens. Hey, weet jij wat de bijnaam van Tony B is? Die stoomkop noemt zichzelf graag Tony de Killer B. Wat een idioot. Dat vind ik nou ook. Goed zo. Halt, wat is het middernachtwachtwoord? Ja, hier is het. Alt, Bas, alt, alt. Oké. Nou, Vintje, wat is mijn bijnaam? Kom op, iedereen kent toch Tony de Killer B? Jij bent de schrik van elke speeltuin, van hier tot Sicilië. Heel grappig. Ik hoef tenminste niet op wacht te staan tijdens dit carnaval. Wie lacht er nou het laatst, hè? Ik, toevallig. Doe er niet te lang over. Als die vent terugkomt, ben ik hier weg. Ontcijfering, Bentley. Het kost mij altijd een minuut of 20 om die dingen uit te zoeken. Jij vliegt er gewoon doorheen. Maak dat je wegkomt. Het was vastgekoppeld aan een alarm. We moeten ons verstoppen in de schuilplaats, want dat alarm trekt allerlei bewakers aan. Inderdaad, we hebben de blauwdrukken van de teerpomp. Ons werk hier zit erop. We moeten hier wegwezen. De veiligheid van de schuilplaats. Ik heb deze vuurwerkraam overgenomen als hoofdkwartier voor onze volgende klus. We moeten de borden en ballonnen elimineren die reclame maken voor Octavio's grote comebackconcert. Ik snap het. Als er niemand komt die hij kan afpersen met zijn plan om de gebouwen te laten zakken, waarom zou hij het dan demonstreren? Al die teerwinnen lijkt me een heleboel werk, dus hij zal wel wachten tot het hij het publiek heeft. Inderdaad. Goed, ik heb een paar bommen in elkaar geflanst die krachtig genoeg zijn om de ankers van die ballonnen te vernielen. Helaas heb ik een beetje weinig lont. Dan zal ik snel zijn. Plaats het die niet als je vlakbij het anker bent. Of kaboom! Overal stukjes wasbier. Uitstekend! Enige reclame minder die de horizon vervuilt. Kom terug naar de vuurwerkraam. Ik heb een andere staaf TNT klaar liggen. En de wind staat in de juiste richting voor fase 2 van onze aanval. Dat explosief was best heftig. Het was een kleuter vergeleken bij dit brute beest. Denk hier niet te licht over. Hij heeft een langere lont. Maar je moet ook verder wegrennen. Dit brute beest? Ren, Sly, ren! Vrees het beest! Thank you.
zware gassen in de ballon van de vlam. En bam! Hindenburg deel 2. Wel vervloekt. De wind gaat liggen. De ballon blijft hangen. Sorry vriend, we proberen omhoog te klimmen en de ballon los te slaan. Ik zal een nieuw explosief in elkaar zetten voor het bord. Wat jammer, ik had die ballon echt graag zien branden. Dat is zo'n fascinerende chemische reactie. Met de ferme klap van je staf krijg je de ballon wel los. Oh, zoals je ziet hebben we een nieuw bruut beest bij deze operatie. Kom terug. Sorry meneer, we zijn vandaag gesloten. Hey, laat me los! Sly, kom snel hierheen! Help, Sly! Die vent is gestoord! Ik heb hem buiten gesloten, maar... Oh, nee! Sly, hij trapt de deur in. Waar ben je nou? Help, alsjeblieft! Schok aan! Nog harder! Activeer! Laat me los! Geriatrische schurk! Kop dicht en normaal doen! Laat maar komen! Pas maar op! Ik krijg je nog wel! Het enige wat jij krijgt is een graf! Sly, schiet nou toch op! Bek dicht, hapje! Aan dat ding! Wil je dit misbaksel? Kom maar halen! Dit vergeet ik niet. Jullie zijn er geweest! Alles goed, Bentley? Ja hoor. Mijn ego is gebutst. Maar dat komt wel goed. Het is ons goed gelukt om de reclame weg te halen. Er is niemand komen luisteren. Geen publiek, dus geen vernietigingsdemonstratie. Klopt. Maar om de klus af te maken, moeten we de hoofddierpomp uitschakelen. Gebruik je vermomming om het operahuis binnen te komen. Ga dan naar de pompkamer en laat mij binnen door de zijdeur. Geen probleem, senior.
Jij, wat is het carnavalswachtwoord? Hier is het wachtwoord, Sly. Tenor, Bas, tenor. Oké, blijf niet te lang binnen, hè. Het operaconcert van die baas begint te bijna. Blijf hier verbond. Anders mislukt de operatie zeker. Jij, ik herken je niet. Wat is het geheime sopraanwachtwoord? Ja, hier is het. Tenor, Bas, tenor. Oké, geef door aan de andere bewakers dat ik onder geen enkele voorwaarde gestoord mag worden tijdens mijn comeback-concert. Dat is goed, meneer. Ik verheug me ontzettend op uw optreden. Zodra ik klaar ben in de pompkamer, kom ik naar het podium. Zou u mij misschien even kunnen helpen met deze veiligheidsdeur met twee knoppen? Natuurlijk. Een medemuziekliefhebber wil ik graag een handje helpen. Op drie. 1, 2, 3. Schiet wel op daar. Je mag het niet missen. Sly. Hier ben ik. Goed je te zien, vriend. Oké, we moeten opschieten nu het concert er begonnen is. Heb jij de bommen bij de hand? Als ik de 6 teerpijpen heb opgeblazen, moet de pomp zijn zuigkracht verliezen. Goed, als de bommen bewakers aantrekken, zal ik het vechtwerk wel doen. Hou jij je maar bezig met de andere teerpijpen. We moeten op schema blijven. Lijkt me moeilijk. Kost misschien meer bommen. Gezelschap. Ga door met de teerpijpen. Dit wordt nog riskant. Nog maar 1 pijp. Goed werk, partner. Is er nog tijd om Octavio's concert te zien? We liggen op schema. Als mijn berekeningen kloppen, gaat hij nu een aria zingen die oorspronkelijk geschreven is als een duet. Dan slaan we toe. Zou die je echt bij hem op het podium laten? Natuurlijk, hij is een muzikant. Hij zal dolblij zijn met een lyrisch contrapunt. Ga klaarstaan om de kroonluchter te laten vallen als ik hem eronder heb gelokt. Meneer de tomatenbemester, ben je soms levensmoe? Ik kon het niet laten je te overtroeven in je grote liefde. Opera zingen! Ben je ook zanger? Goed, er komt zo een duet. Eerst zingen we en daarna maak ik je af. Kom maar op, opa. Ik zing je zo onder de tafel. La 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 la
Concert is voorbij. Hij heeft de ontploffingsschakelaar nog. Ze blijven ook nooit staan. Ik stuur, jij schiet. Versterking, nu. Criminele vluchten naar het oosten. Alle eenheden verzamelen. Begrijpbaar. Sorry, Cooper. Dit keer heb ik je omsingeld. Dit is het. Schiet zijn motor kapot. Dan hebben we hem. Het kanaal zit vol politie. We zitten diep in de problemen. Hier komt een abrupte stop. Nee, meer naar links, idioot. Zo verongelukken we. Het is over, Octavio. Je bent verslagen. Geef ons de ontploffingsschakelaar. Dan schudden we samen de jute af. Achtervolg je me daarvoor? Goed, kerel. Ik heb hier 6 maanden aan gewerkt. Maar wat dan nog? Ik heb nog wel meer van die dingen. Zagen jullie die boot op hol slaan en springen en tegen dat ding knallen? Verwoesting. Zo cool. Vond je dat cool, stuk tuig? Jij monster! Hou op! Hou op! Murray, je moet me helpen. Ik heb nog nooit iemand zo snel zien gaan. Octavio is oud, maar hij kan het nog. Kom, we pakken hem samen. Maar, ik heb mijn guru beloofd geweld af te zweren. En het water is nog zwart. Het zal zo helder worden, echt waar. Pak hem dan maar. Je hebt gelijk dat je bang bent, nijlpaard. Had je rolstoelvriend ook moeten zijn. Murray! Help! Dat gaat te ver. Ik flos mijn tanden met jouw ruggengraat. De Murray is terug. Hij is te snel. Lok hem de teerpoel in. Dan vertraagt hij wel. Murray, in deze pompen zit geen teer meer. Ik zag meer kranen bij het politiebureau. Volg mij naar een nieuwe voorraad. Haha, zonder de teer vermorsel ik jullie als vliegen! Jullie hebben misschien meer teer, maar ik houd me niet meer in. Luister naar het lied van jullie dood. De Murray kent maar één lied.
De triomfantelijke horrorpartij van zijn triomf. Hou je mond, Dombo, en sterf! Ja. De kraan is leeg. Ik krijg een andere. Ik ben klaar. Hok hem erin. Dat was het dan. De oude garde ligt eruit. Tijd voor de nieuwe generatie. Inderdaad, hier ben ik. Helemaal. Kom op, Murray. Ik heb de ontploffingsschakelaar. We halen Bentley en smeren hem. De smeren ze komen eraan.